Morgen gaat het stuk Wojski versus Wojski in première. En dat gebeurt in Theater Thalia. We hebben vandaag een gesprek gehad met Manushka Breveld. Zij is een van de hoofdrolspelers in het stuk en heeft er dus heel veel kennis over. En zij gaat ons uitleggen wat het stuk precies inhoudt, wat we ervan kunnen verwachten. Wojski versus Wojski gaat over Max Wojski senior en Max Wojski junior. En dat waren vader en zoon die allebei als artiest naar Nederland vertrokken in de jaren 30 van de vorige eeuw. En daar furoren maakte eerst de vader. En die liet later zijn zoon halen. Maar zijn het de pioniers als het gaat over Surinaamse muziek overbrengen in andere delen van de wereld. En in dit geval in Nederland. Ja. Dus eigenlijk kunnen we dan verwachten dat er heel bekende muziek, oude Surinaamse muziek, in het stuk te horen zal zijn. Ik hoop het. Ik merk aan vooral jonge mensen dat ze niet meer goed weten wat BB met R en Reis met Kouseband en Piau Piau Piau, Jegom ik Milau en dat soort liedjes. Ik merk dat het minder wordt, des te meer reden om dit stuk juist nu te maken. Omdat ik het, wij allemaal, belangrijk vinden om dat wat Surinaamse geschiedenis is, te blijven doorgeven en te blijven vertellen. Ja. Is het stuk in Nederland ook al opgevoerd? Zeker, dat is een hele succesvolle tour, als ik het zo mag zeggen. Heel veel mensen hebben het gezien en heel veel Surinamers in Nederland ook. En Surinamers... Sowieso theater is, als je iets herkent erin, dan kom je er graag, ga je graag naar zo'n stuk. Dus ja. De eerste paar voorstellingen moesten het eerst op gang komen. En toen het eenmaal van mond tot mond ging, dat het echt een Surinaams verhaal is over Surinamers in Nederland. Toen kwamen ze in grote getalen ook naar het theater. En dat was echt te gek. Het was een fantastische tour waarbij we met het stuk niet alleen het verhaal van Max hebben verteld, maar ook... een vader-zoon relatie hebben laten zien. Waar we ook hebben laten zien wat het betekent om te gaan wonen in een ander land. En je stempel te drukken. Of dat je gezien wordt als exotisch en als buitenlands. En als een soort attractie. In plaats van als een waardevolle, volwaardige muzikant. Dat zijn allemaal thema's die in het stuk zitten. Die we hebben kunnen laten zien aan een heel groot publiek. En dat was echt te gek. Wat is de verwachting van Suriname? Hoe lang duren de voorstellingen hier? Nou, we gaan het komend weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, staan we in Thalia. En omdat het zo snel ging en goed gaat met de kaartverkoop, is er besloten om volgende week woensdag tot en met zondag ook nog weer te gaan spelen. En dat is echt fantastisch. Ik word daar zo ongelooflijk blij van. We willen natuurlijk gewoon ook dat hier 10.000 mensen het stuk gezien hebben tegen die tijd dat we weer weggaan. Ja. Ik bedoel, als we toch eenmaal hier zijn, laten we spelen. En ik hoop dan ook dat we mensen hier blij maken en dat ze komen kijken en dat ze... Ja, kunnen genieten van een stuk geschiedenis wat voor iedereen, niet alleen maar in Nederland, maar hier ook vooral, een stuk echte Surinaamse geschiedenis over zee kunnen laten zien dat dit belangrijk is. En ja. Dat ze daarvan zullen genieten en leren en weet ik veel over nadenken, meekrijgen, ervaren. Wie speelt er allemaal in het stuk? Ik speel Alma Braaf, dat is de vrouw van Max Wojski en de stiefmoeder van Max Wojski junior. Mike Libanon speelt Max Wojski senior, dat is de oude Wojski. En de jonge Wojski wordt gespeeld door Michiel Blankwaard. Dus met z'n drieën spelen we het verhaal. En dan hebben we Pepe, dat was de portier van de club La Cubana. Het is een club die Max Wojski geopend heeft aan het Leidseplein in Amsterdam. En het was heel succesvol. Nou, die rol van die man die alles zag binnenkomen daar bij die deur. En ook wist wat er allemaal in de club gebeurde. Dat was Pepe. En die rol wordt gespeeld door Gary Mendes. En dan zijn Vernon Chatelain en Sophie Aglionet zijn ook muzikanten. Gary is ook muzikant. Die zijn mee om het muzikaal te omlijsten. Geert Lageveen heeft het geregisseerd. Dat is weer de man van Bodil de la Parra, de dochter van Pim de la Parra. En ze hebben het samen geschreven, ook samen met Maarten van Hinten. En dat is eigenlijk het hele team van mensen. Het hele verhaal is gebaseerd op een boek dat heet Bruine Bonen en Kouseband. En dat is een soort historisch verslag, het is geen roman, maar een historisch verslag van Patrick van de Hanenberg. Is een Nederlandse journalist die een boek over deze twee mannen geschreven heeft, vernoemd naar BB met R, dat is Bruine Bonen met Reis, is het liedje van senior. En Geef me reis met Kouseband is het liedje van Junior. En die verhalen van hun tweeën heeft hij dus samen gebundeld in dat boek. Ja. Okay. Maar dus we kunnen hele muziekstukken tijdens dat stuk verwachten? Jazeker. Het is muziektheater, dat wil zeggen dat er heel veel muziek in zit. En het is eigenlijk een totale muzikale vertelling. Het speelt zich af in de club La Cubana.
waar ze, dat zeggen ze in Holland, zeggen ze La Cubana. En wij zeggen natuurlijk La Cubana, want dat is, klinkt scheuger. En zo moet je het ook uitspreken. Maar goed, dat hele stuk speelt zich af in La Cubana. En daar werd de hele tijd muziek gemaakt. Want dat is wat ze deden. De muziek was hun leven, het was hun zijn, het was hun inkomen, het was hun brood, het was hun... Het was een dag, het was een nacht, het was een alles. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van dit verhaal. Dus het belooft vuurwerk. Ja, zeker. Ja. Weet je, het is een heel spannend stuk. Het leest als een jongensavontuur. Er gebeurt veel, ook visueel. We hebben een prachtig decor van Ruben Wijnstok. Geweldige decormaker, ontwerper. En het decor is fantastisch. We dansen, we spelen, we zingen. Er gebeurt de hele tijd is er van alles aan de hand op dat toneel. Dus er is heel veel te zien, er is heel veel te beleven, er is heel veel om over na te denken, er is heel veel om naar te luisteren. Als je helemaal geen zin hebt nergens in, kan je nog altijd van de muziek genieten. De straat.